Hele goede middag, lieve vrienden. Ja, ik ben heel erg laat. Ik ben er ook niet eerder aan toegekomen. Maar als eerste wens ik jullie allen een heel hartelijk welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, op één na zijn ze allemaal binnen. Ik ben bezig met een vlog naar YouTube te brengen. Waarom ik niet eerder vandaag kon beginnen? Nou, ten eerste was mijn persoonlijke begeleider eerder bij me dan ik verwacht had. Die was te vroeg. Die is wat langer gebleven. Voordat ik het wist, stond ook Astrid alweer voor me. Dus ja, nou ja, die had een hekel aan om op de film te komen. Dus ja. Die komt wel op de film wanneer het zo uitkomt, maar niet wanneer het niet uitkomt. Dus ja, voor haar kwam het nou niet uit en we hadden ook veel te druk met andere dingen te bespreken en te doen wat een ander weer niet aangaat. Dus ja, dan vlog je niet, simpel. Ja. En nou denk ik, vlog eventjes. Ik moet zo meteen nog even boodschapjes doen. Ja, dan gaat mijn hondje weer die muilkorf om krijgen, maar dat maakt ook allemaal niet uit. Dat die weg daar lekker op de bank. En daar is mijn prinsesje. En daar is de andere kleine meid. Dus ja, en de rode rakker, ja, die is denk ik buiten. Ja, ik weet het zo niet. Maar oké, ik moet nog wat opmeten. Dat is die plank waar mijn mannetje op staat met mijn schoonmoedertje. Die moet ik eventjes de lengte opmeten. De diepte, dat we die plank ook wel wat groter eigenlijk hebben. Net zoals die onderste plank. Want deze plank is te klein, die wil hem langer hebben. En mijn liefhebbende broertje, die heeft de boel aan het slopen bij hem thuis. En die heeft dan wat planken, dus dan kan ik die formaat eventjes naar hem toe sturen. En dan zeg ik ook van ja, lieve schat, maar er moet ook een balkje er bovenop. Van een centimeter bij centimeter of zoiets. Nou, dat is voorbeeld. Dus ja, dat zal ik hem dan even doorgeven en dan weet hij dat ook en dan kan hij dit dan gelijk op maat afvragen. Ja, kan hij de rest weggooien. Toch? Ja, ja, maar ik denk niet voor in de kast. Ja, als ik net met meerdere personen was geweest, had ik nog wel een plank erbij willen hebben voor voorraad. Maar ik ben maar alleen in de dieren, nou... De kast moet weer eventjes opgeruimd worden, ik heb weer het een en het ander weg, dus ja, komt goed. Dus, ja, dat ik ga lekker eventjes, nog eventjes wat voor mezelf doen, tot 3:30. En dan ga ik eruit, even boodschapjes doen. Ze zeggen tot straks, doei doei. Ja, lieve vrienden, ik sta klaar om weer... de hort op te gaan, de boodschapjes even in huis halen voor de hele week weer. Mijn hondje krijgt zijn melkkorf zo nog om. En ja, ik heb mijn hoed maar weer opgedaan. Zomer is voorbij, dus ja, dan kan de hoed wel weer op. En als het nog kouder wordt, sjaal om. Maar nou, ook met die harde wind, het is wel nog niet heel echt koud, maar die harde wind... En dan tegen mijn vlaggetjes aan en dan krijg ik de klappen van de vlaggetjes om mijn oren. En dat doet zeer. Ja, kan ik je verzekeren. Maar eraf halen doe ik ook niet. Nee. Het is veiligheid onder andere. Niet alleen versiering, maar ook veiligheid. Dat ben je beter te zien als je vlaggetjes op je scootmobiel hebt. En ik val sowieso op, ook met mijn bloemetjes, etc. Dus ja, komt allemaal goed. Dat ik ga lekker even de hort op, even de wind trotseren. En ik kom straks wel weer terug. Ja hoor, niet ongerust zijn, ik kom altijd weer terug. Dus ik zeg tot straks. Hallo allemaal, daar zijn we weer. Ja, ik ben weer thuis. Het is
12 minuten over 5. Zet al een bakje koffie voor mijn neus staan. En in de tas, ja, ja, heb ik een Bounty. Ik heb boodschappen gedaan. Ik heb ook eens een keer weer, vind ik zo lekker, hè. Ja, hoe heet het? Kaas uitbollen. Lekker, lekker. Ja. Dus ik ga de boodschappen opruimen. En ik zoek. Ja, ik heb hem al op mijn Bounty. Ha! Lekker, lekker. Ja, dan ga ik lekker eventjes eerst allemaal nuttigen. Dan ga ik mijn boodschapjes opruimen. En dan zie ik wel weer. Ja, je komt op de film, hoor, schat. Ja, je komt erop. Ja, hoor, schat. Oh ja? Is dat zo? Oh. Ja, meisje. Hé, prinsesje. Oh, hoe is het toch, hè? Oh, hoe is het dan? Hé? Oh ja? Is dat zo? En toen? Oh. Nou, je hebt een heel verhaal, hè? En de mensen. Ja, heel verhaal aan de mensen, hè? Ja! Wat verdikkie toch? Ja! Ja! Groot hoor! Zo'n groot verhaal! Wat verdikkie toch? Zo'n heel groot verhaal. Hé? Ja? Wat een dikkie. Nou, de rest, dat weet ik niet. Ja, en die kleine zwart-witte van mij, die heeft de kuren tegenwoordig om bovenop mijn pc te leggen. Maar dat mag niet, want dan dek ze al die gaatjes af. Waar dus de warmte uit kan. Maar zij vindt het lekker warm, daarom gaat ze erop leggen. Maar die computer die is al zo oud en ik ben al aan een vernieuwing toe. En dan gaat zij de notenbenen er bovenop leggen. Ja, maar dat laat ik niet gebeuren, dat mag niet. Nee, ik wil het helemaal niet hebben dat ze erop gaan leggen. Dus ja, ze hebben plekken genoeg, weet je, laat het daar gaan leggen. Ze mag ook graag op de pedalen met de naast leggen. Nou, dat vind ik niet erg. Maar niet op de pc, nee, dat wil ik niet hebben. Die huid, dat zuigt die haren aan, dus dan komt er nog meer stof in die kast. Dus dat moet, maar niet. Nee. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet nog van alles wat jullie aan het doen zijn. Ik zou zeggen, smakelijk eten. Ja, ik eet nog niet. Ik ga zo meteen eens mijn boodschapjes opruimen. En dan zie ik wel weer. Ik eet pas na de dieren. En de dieren krijgen pas 6:30. Ja. Dus ik zou zeggen, tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer even. De dieren hebben eten gehad, die hebben het eindelijk op. Ja, ik moest bij een paar even erbij blijven, want dat ging allemaal een beetje mis. Naast het schoteltje, dan moeten ze wel allemaal schoonmaken. Dus dan ben ik al met al weer voor mezelf weer wat later, maar dat doet er allemaal niet toe. Ik heb, dat heb ik. Zuurkoolstampot met rook. Nou, dat gaat er bij mij wel in. Zeker weten gaat dat er bij mij er wel in. Dus ik haal dat karton er gewoon eraf. Moet het wel willen. Zo. En dat gaat even weg in de vuilnisbak. We nemen een vork. En dan is er een paar gaatjes erin. En dan gaat het in de magnetron. Maar die gebruik ik ook als kastje voor mijn brood. Dat leg ik lekker even daaruit. Dan gaat die erin. En ik zet hem aan. En dan pak ik een bord. En ik pak mijn bestek. En dat zit in de vaatwasser. Een bord. En dan
een mes en een vork. En zo. Nou, het placement ligt er al. Koffie staat er al. En mijn wijntje staat er al. Dus ik kan straks lekker smullen gaan. Ja, toch? En de magnetron, nou ja, die draait wel. Zoals jullie dat kunnen bekijken. Dat gaat dus wel goed. Ja, toch? En hier zit mijn poesjebeestje. Hé, ja nou. Vrouwtje weer lekker de kachel aan, hé. Ja, vrouwtje de kachel weer aan. Want ik vond het maar koud. En ja, nou zit ik weer lekker in donker. Nou ja, lekker belangrijk. Nee, ik heb de kachel dus aangedaan. Die gaat al straks ook weer uit als het mij warm genoeg is. En dan, ja, het moet even warm worden. Dit was, ja, zie je, het is nu 22,5 en het was 20. Nou ja, en als je de kachel niet aandoet voor vanavond, dan wordt het steeds kouder en kouder. Nou, dat wil ik niet hebben op mijn gewrichten, dat doet zeer. Er wil er één eruit. En dat is die rode, die mag er nog uit. Maar de zwart-witte mag er niet uit. Nee. Want dan komt ze vannacht niet thuis. En dat wil ik niet. Zet jullie even hier neer. Als het tenminste wil. Dat komt allemaal goed en daar was hij al klaar, de magnetron. Dus ik kan gaan eten, denk ik, hoop ik. Ik zal kijken of het heet genoeg is. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. Een hele fijne avond gewenst alvast. En ja, ik kom natuurlijk nog even weer terug om wel terug te wezen. Ja, dat ik zou zeggen, geniet vanavond. Doei doei. Een hele goede morgen, lieve vrienden. Ja, het is weer tijd om naar bed toe te gaan. Ik had er al in willen leggen, maar ja. Helaas, pindakaas. Ik weet niet eens hoe laat het is. 2:30, dus 2:30. En ik moet er ook straks mijn tijd trappen. Rebecca, die komt zo weer. Mijn hondje ligt klaar. Nog met zijn melkparafuel. We gaan zo naar boven. En dan kan ik eerst naar de wc. Kan hij niks beginnen boven? Nee. Maar ik wens jullie allen welterusten. Slaap lekker en een mooie droom. Gezond weer op. En ik zit dus niet lekker in mijn hummetje. Nee. Vandaag had ik 10 jaar getrouwd kunnen zijn. In plaats van een feestje met mijn mannetje, is hij nou in de hemel. Voor 1 jaar en 7 maanden. In de vlog die vannacht om 12 uur online is gekomen, staat erbij van 8 maanden. En dat heb ik per ongeluk fout gedaan. Het is 7 maanden. 1 jaar en 7 maanden is hij bij mij weg. Dus niet 1 jaar en 8 maanden, maar 1 jaar en 7 maanden. Maar oké, lieve mensen, welterusten en tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.